is mooi weer in Sittard. Het is mooi voetbalweer. Je moet wel een jasje aan als je niks doet, maar voor de spelers is het prima. Bij Fortuna Semedo in de basis. En ook Teki. Die had aangegeven dat hij er niet tevreden mee was met de bank. Nou, dat mag ik laten zien vandaag. Teki, die ooit 64 minuten in het Zweedse nationale team speelde. Seuntjens, een beetje vanaf de linkerkant hanger. Hangend en Polter en Semedo dus, de mannen voorin. Flemming op het middenveld. Met Smeets. Smeets ook de aanvoerder van Fortuna, waar het toch een beetje onrustig is. En zo hoort het natuurlijk ook als je ambities hebt. Wijndal, Letschert, Hatsidiakos. Letschert, Hatsidiakos speelden vorige week ook samen. En voor Hatsidiakos kon dat niet de hele wedstrijd duren vanwege de terugkeer van langdurig blessureleed. Maar goed dat hij er weer is. Abouklal krijgt de kans bij afwezigheid van de vaste vleugels Idrissi en Stengs. AZ ondanks de afwezigen. De favoriet in deze wedstrijd. Goede actie van Abouklal. Dat doet hij altijd, de diepte zoeken. En dat deed daar ook Boadou en die wijst aan, hier wil ik hem hebben. Maar het ging een stukje verder naar voren, waardoor Kozelev kon pakken. Koopmeiners en doorgelopen is Wijndal. Wijndal. Nienhuy maakt daar een overtreding. Kuipers verliest de fluit. Of iets anders in ieder geval. Maar vindt dat duel vooralsnog niks. Wellicht komt daar een vervolg op. Cox, de linksachter van Fortuna. Heeft de bal doorgegeven naar Seuntjens. En Flemming. En een prima schot zeg. Flemming opent te scoren in de 9e minuut. De bal denk ik steeds verder weg. Draaiend van Bizot. Zian Flemming. Dat is de gedroomde opening voor Fortuna. Dat tot nu toe dit seizoen maar één keer scoorde. De wedstrijd tegen Heerenveen. Hier dat moment van een paar minuutjes terug. Je zou zeggen, dat is toch de moeite van het terugkijken waard. Maar dat is ogenschijnlijk niet gebeurd. Sok durft de bal niet te pakken. Met Polter in de buurt. Een waardige actie. Komt niet helemaal uit. Koopmeiners. Dat is Flemming. Wat was dat? Met Koopmeiners. Was dat wel het goede lichaamsdeel? Of het zo omstreden stukje lichaam waar we weer uren over kunnen kletsen? Het is al lang geleden dat AZ met 1-0 achter nog een wedstrijd wist te draaien volgens die statistiek. Maar dat wil dus niet zeggen dat het vandaag niet kan gebeuren. Beeld is er nog niet naar. Wel de eerste 10, 12 minuten. Begon AZ tamelijk energiek. Vooral hier aan deze kant. Abouklal. Daar blijft die bal hangen. Het is 1-1. Ja, goed gedaan. De Wit is op dat soort momenten altijd wel op de juiste plaats te vinden. Halverwege de eerste helft repareert AZ de schade. De Wit, de man die dat afmaakt. Goed gedaan van De Wit. Zo, even dat subtiele tikje. Abouklal weer en weer. Heeft hij wat ruimte nu. Bij de eerste paal, die Kozelev, die houdt de ballen wel tegen. En hij vindt ze voor ons nog allemaal te lastig om te pakken. Teki krijgt niet zoveel tijd, maar draait zich aardig uiteindelijk weer de probleem in. Ja. Wietje, goede bal. Goedmanson. Goedmanson. Abouklal, Boadou, die wordt aangetikt. Al dan niet opzettelijk, maar Bar. Oh, dat doet hij niet slecht, zeg. Abouklal ging dan maar zelf. Boadou was daar weg. Want die lag op de grond. Dat leek per ongeluk. En dus gaat Abouklal zelf. Michel. Kozelev weer met één handje. Dacht het wel, ja. Hatsidiakos. Bloed. Herinneren we ons nog de beelden van Hatsidiakos vorig seizoen? Hij krijgt de linker elleboog van Kozelev in het gezicht.
maar niet weer die tanden zijn. Nee, het is de neus doen. Hier, Nienaai, die op de doelman wijst. Dat is eigenlijk jouw bal. Is dat zo? Letschert. Letschert. Rustig blijven en dan Boadou net niet vinden. Dit is wel mooi hoor, door de benen hier. Thibaut Letschert. Dit is een kans voor Boadou. Stond Aboukal trouwens als hij binnen de palen was geweest, lelijk in de weg. Semedo. Kan zo'n duel ook winnen. Semedo goed op Polter. Hatzidiakos. Die krijgt de vrije trap mee. Eens kijken wat hij doet. Ja, hij bemoeit zich met Hatzidiakos. Svensson, dat is mooi gedaan. Waardoor Aboukal verder kan. Nienaai komt daar. Ja, die heeft daar met een reuzensliding Aboukal ook te pakken. Die dacht daar al weg te zijn. Beschermde zich ook niet. Kijkt er even om zich heen wat gebeurde hier. Ja, daar kwam een grote Sloaak voorbij. Moet hij toch nog leren tegen te wapenen. De Wit. Koopmeiners. Mietje. Dat zijn wel aardige bewegingen. En dan gaat hij nog over de been bij Smeets. Kuipers. Blijft dat weer weg. Micho dan hier, maar weer verder. De goede voorzet. Net over Boadou heen. Kozelev laat weer los. En dan is hij keurig binnengewerkt. AZ op voorsprong. Koopmeiners zorgt voor de voorsprong voor AZ in de 52e minuut. Schiet hem zeer beheers binnen. Kozelev. Ah, die valt en dan heeft hij de bal los. Ja. En is dan kansloos op de inzet van Koopmeiners. Koopmeiners. Ja, een mooi balletje. Doorgelopen is Mietje. En dat is Gudmundsson op de buitenkant van de paal, schat ik zo in. Ja. AZ dicht bij 3-1. Daar komt Gudmundsson. Dat is een beste moment. Maar net niet goed genoeg voor een treffer. Cox. Fleming. Dat is een goede bal op Semedo. Ja, Semedo dan tegen Wijndal aangeschoten. Omdat Letje daar de bal niet weg kreeg. Fleming. Een zeer energiek Fortuna nu dat de remmen losgooit. En het AZ lastig maakt. Teki. Ja, het was op zich niet zo slecht teruggelegd de Polter. Bij Fleming, maar Fleming werd goed verdedigd. Dit mag van Kuipers. Dus hier is weer Polter en daar is Semedo met de kans. Komt niet tot een schot omdat Hatzidiakos het nog weten voorkomen. Kijk eens, slaat zichzelf op de borst. Maar ze moeten door, want Fortuna gaat ook door. Smeets. Bal weggehaald door Koopmeiners. Cox. Weer Koopmeiners. Boadou. Gudmundsson. Aboukal, ja, Boadou. Vergeet de bal mee te nemen. Corrigeert het dan wel. Dat doet hij nog goed. En dan wordt het alsnog een kans voor Wijndal. Wijndal. En dan Kozelev. Zeer moedig. En precies op tijd. Je kan daar ook helemaal niks meer aan doen als doen. Hoor. Je moet dan maar op hopen dat je op tijd bent. En dat was hij. Het wordt al leuker en leuker. Zeuntjes. Semedo. Al de halfweg gewerkt door Letschert, maar nog altijd Seuntjes. Die goed het oog erin heeft en dan Bizot met zijn eerste echte volwassen redding. Fleming die Bizot al een keer passeerde, probeert het hier weer. Semedo. Regent door van Seuntjes naar de Polter, eerst dat kopduel weer. Hier nu Fleming.
weer Bizot. Toch een paar volwassen kansen nu voor Fortuna om te gelijk maken. Ninai. Verliest de bal. Nou. Uitgelezen kans voor AZ. De Wit kijkt. De Wit wacht. En Boadou krijgt de gelegenheid om zijn tweede van het seizoen te maken. En AZ wat lucht te geven. Ja, hij weet het. Maar Ninai struikelt over zijn eigen iets te ingewikkelde beweging. En dan is De Wit de man die wacht op Boadou. En wacht en wacht. En geeft hem precies op tijd. Ja, dat is keurig gedaan. En de gelegenheid voor Hansson om Fortuna terug te brengen in de wedstrijd. En dat lukt hem. Schuift hem daar beheerst in de hoek. En heeft Fortuna energie genoeg, zeker. En ook tijd genoeg om er nog iets moois van te maken. AZ leek veilig, maar zo is het niet in deze wedstrijd. Bolletje van Smeet, Sambu geeft hem wel een duw in de rug. Dat is waar, maar Kuipers is vandaag niet van de duurtjes. En wellicht de laatste gelegenheid voor Fortuna. Sambu achter die bal aan. Dat is goed neergelegd voor Fleming. Fleming, het is 3-3. Het is 3-3. Krijgt Fortuna loon naar werk. Twee keer Fleming. AZ, te veel momenten afgewisseld. Sambu goed. Fleming krijgt de gelegenheid om in de 16 de bal onder de voet aan te nemen. Dat doet hij allemaal goed. Maar er is niemand die er bovenop zit. En dan schiet hij hem prima binnen, Fleming. En dan is het voorbij ook. Een grote glimlach voor hem. Het eerste puntje van het seizoen is binnen. Spectaculaire wedstrijd.